Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag vrijdag en het valt me mee dat ik het zou zeggen, want ik ben echt de dagen kwijt de laatste paar dagen. Het is dus vrijdag en ik heb mijn werk om 7 uur gezet, maar ik werd dus om 5:15 wakker omdat Ash mijn appje stuurde omdat zij moest werken. Ze ging me allemaal dingen sturen vanaf Instagram en ik dacht van, en mijn geluid stond niet uit, dus ik werd al wakker om 6:15. Het is nu 7:15, ik heb hem even met haar gekletst en ik heb het koffie gehaald beneden, dat is natuurlijk ook lekker. Ik heb een tv aangezet, het lampje aan, maar die doet nu uit. En ik, het hele huis slaapt nog, inclusief alle dieren. Dus ik dacht, ik ga morgen wel lekker koffie zetten. En dan gewoon even lekker chillen. Dus ik ga lekker terug mijn bedje in. De telefoon heb ik wel al gepakt hier. Het is echt, eens kijk, precies 7:15 nu. Maar goed, in ieder geval, ik ga even de YouTube video's kijken, ik heb toch niks te doen. Alleen de hik, dat is jammer. Dus let's go. Even een cozy day at home video kijken van Rochella. Ik vind dat leuk om te kijken, dus dat gaan we doen. En natuurlijk een koffie drinken. Oké, goed. Ik heb even mijn glow in the dark hoesje omgedaan. Maar aan de ene kant doe ik deze ook omdoen. Omdat ik het gewoon super handig is en gewoon lekker op mijn nek kan hangen. Super chill. Maar ik wilde deze ook weer eens omdoen. Dus ik dacht ik ga deze vandaag lekker omdoen. Ik vind hem echt heel erg top. Zoals sommige van jullie weten ben ik heel erg gek van witte hoesjes. En ik ben zo blij dat deze achterkant wit is. En die handjes geven licht. Dus dat is super, super cute. Dus ik denk dat ik deze vandaag omhoud en dan deze even in de la leg. En ja, misschien morgen weer omdoen of zo. Dus dat is wel top. Misschien laat ik hem zo meteen ook wel weer terug omdoen. Aan de ene kant vind ik het gewoon veel chiller om hem gewoon om in je nek te kunnen hangen. Gewoon los te kunnen laten. Niet vast te moeten zitten enzovoort enzovoort. Maar het is 7:15. Ik heb mijn koffie op. Ik ga even lekker douchen. En daarna echt lekker aankleden. Even de boel een beetje opruimen hier. Video editen. Of ik doe dat vanmiddag als ik terugkom. Misschien doe ik dat ook wel. Dus misschien wel beter ook. Dus ja, dat is op zich hetgene wat ik nu ga doen. Het is volgens mij Oh, het is al serieus 7:15 geweest. Dat had ik heel stiekem niet verwacht. Ik dacht dat het iets vroeger was. Maar oké. Weet je, ik ga deze lekker omhouden vandaag. Ik ga deze lekker in de la leggen. Want op zich heb ik hem toch wel nodig om mijn nek te doen vandaag. En ik wil wel blijven switchen, anders wordt deze in één keer helemaal vies en oranje. En dat willen we ook niet. Dus ik leg deze denk ik lekker in de la neer. Geloof me niet op mijn woord, want jongens, ik switch echt 300 keer per dag tussen hoesjes en ik heb er nu maar 2. Dat is alleen maar mooi. Maar het betekent wel dat ik heel vaak tussen die 2 ga switchen. Dus of die transparante of die met die glow in the dark, maar ik vind die wel heel erg tof. Dus ik denk dat ik die nu lekker als achtergrond laat. Of als hoesje laat en deze lekker in de la leg. Zo. Helemaal top. Ik ga lekker douchen. En mij eigenlijk op te tappen. Goed, ik heb heerlijk gedoucht. Let niet op mijn haar. Ik heb mijn log die staat nu overrend. Dat ga ik zo meteen doen. Ik ga eerst mijn haar even een beetje laten drogen. Ik zal meteen spul op mijn haar doen. Maar ik ga nu eerst een beetje make-up op doen. Want hij is al wel helemaal aangekleed. Dus dat is mooi. En ik zit tegenwoordig, want dat wisten veel mensen niet. Ik zit tegenwoordig hier. Ik heb mijn spiegel in plaats van daar hier neergezet. En dan zit ik hier zo een beetje mijn make-up te doen op de grond. Alleen dit tekentje wat ik hier heb iets naar achter schuiven. Zodat ik goed kan zitten. En dan ga ik nu even gewoon make-up doen, want dat moet ook gebeuren natuurlijk. En dit jongen ziet er echt niet uit, kijk dan. Dit is mijn look. Oh, ik ga mijn make-up een beetje doen. Goed. Ik ben helemaal klaar. Ik ben ready. Ik heb mijn haar gevuild. Ik denk dat ziet het iets beter. Er zitten allemaal kleine haartjes in mijn ogen, voel ik. Dat is heel irritant.
Dus stak echt één hele lange spriet uit toen ik het gefeund. En dan dacht ik, oh wacht, die moet ik heel even afknippen. Dus dat heb ik net gedaan. En mijn haar zit weer leuk en gezellig. Dus dat is top. Make-upje zit erop. Ik heb trouwens deze kokosnoot lip peeling op. Hier zitten dus een soort korreltjes in. Een soort lip scrub-achtig. Deze heb ik altijd bij ook. Super, super fijn. Dus ja, ik heb mijn telefoon om. Ik heb mijn transparantje weer. Het is toch fijner om gewoon lekker om en bij te hebben. Dus ja, ik ga de video editen. Ik denk dat ik dat nu ga doen. Dat is dat ik gewoon... Ik ga nu wel alvast editen. Dus dat gebeurt. Goed, ik loop inmiddels buiten. Het is heerlijk weer. Ik heb gewoon lekker alleen een jasje aan met mijn t-shirt. Dus ik heb niet meer nodig. Ik heb mijn telefoon om mijn nek en hier in mijn zakje gedaan. Anders slingert hij de hele tijd en ik heb mijn handtas hier ook hangen. Maar ja, ik ben een video. De video is gelukkig helemaal geëdit, dus dat is lekker gebeurd en gedaan. Nu even een visio, ik moet er om 10 uur zijn, het is nu 9:45. Ik ben er eigenlijk op zich wel zo, dat is wel fijn. Het is echt heerlijk weer, serieus, echt top. Dus ja, nu onderweg naar de visio. Goed, visio gehad, ben we bijna thuis. Maar het probleem nu weer, dat had ik gisteren ook, is dat ik weer super nodig moet plassen. Maar het kutte is bij mij, ik kan mijn urine niet ophouden. Ik ben al nu 2 jaar, heb ik last van mijn darmen. En toen een keer voor opname in het ziekenhuis in Dicacia, hebben ze een klisma geplaatst, maar die hebben ze verkeerd geplaatst. Waardoor ze mijn blaas hebben verziekt en hebben geraakt met die klisma. En nu kan ik mijn urine dus niet meer ophouden. En dat is een tijdje wat meegevallen. Maar nu de laatste tijd, als ik moet, dan moet ik ook echt gelijk. En ik loop vanaf de visio naar huis en ik moet super nog oplossen. Dus dat is echt super, super niet leuk. Echt, ik doe serieus bijna mijn broek. Maar misschien een heel gek verhaal, maar ik ben 21 jaar, jongens. En nu al incontinent. Dat is echt niet fijn. Ik kan het dus gewoon niet, maar dan ook niet ophouden. Ik laat het ook serieus gewoon. Als ik echt niet meer kan, dan laat ik het ook gewoon serieus lopen. Ik kan, er zit bij, normaal kan je dat nog ophouden. Er zit bij mij geen stop op. Het is echt precies het omgekeerde. Bij mijn urine laat ik het gewoon lopen. En met mijn ontlasting kan ik het dus helemaal niet. Dus dat is gewoon super naar. Maar ja, ik ben gelukkig bijna thuis. Als ik zo bijna bij de deur ben, ga ik mijn pa bellen. Om te vragen of hij de deur open wil doen. En dan ren ik ineens natuurlijk door naar binnen. Want wat ik zeg, dat is gewoon echt niet leuk. Tegenwoordig, ik zou gewoon bijna luiers gaan dragen van ellende. Het is echt niet meer te doen. Ik moet zo nodig. En als ik moet, moet ik gelijk wat anders zeggen. Zweretje. Ik laat alles lopen. Dat was, ik ben het net een oudje. Die incontinent is. Ik vrees wel dat ik me straks mag gaan omkleden. Echt bedankt Ikaas, Ikaas jongens. Echt zweretje. Dankzij hun heeft een 21-jarige incontinentie. Echt vreselijk. Ik ga jullie er zo wat meer over vertellen. Nou, jongens, naar het toilet geweest zoals ik al dacht. Kan ik me gaan omkleden. Echt jongens, dit is echt... Dankzij dat kut Ikaasje kan ik geen fucking urine meer ophouden. Alles loopt er gewoon uit. Maar goed, even omkleden. Goed, en ik ben omgekleed.
Ik denk, ik doe lekker gelijk een jongensbroek aan. Dat zit gewoon lekker chill. Dus top. Ik denk, ik doe lekker een jongen aan. Ik hoef toch verder nergens heen vandaag. Dus dat is helemaal top. In ieder geval ga ik even naar beneden. Even wat eten. Ik heb nog niet ontbeten. En daarna even een paar TikTok's nemen. Want Chantal doet tegenwoordig ook TikTok. En ze heeft ze in duet gezet. Dus ik denk, het is wel leuk om een duet met haar te doen. Goed, ik dacht, ik zet je er even hier neer. Want ik heb een nieuw tasje om... Ik doe deze wel even dicht. Zo. Ik heb namelijk een nieuw tasje om mijn make-up in te doen. Dus ik heb alles hier neergelegd. En ik dacht, ik ga jullie gewoon gelijk even laten zien wat ik eigenlijk allemaal gebruik aan make-up. Mijn haar ziet er nu alweer niet uit. Ik heb deze highlight paletje. Dit is een highlight paletje van de Action. Hele mooie kleurtjes. Vind ik zelf. Dan heb ik ook dit oogschaduwpaletje van de Action. Ik vind deze kleuren heel mooi. Ze zijn heel natural en heel, ik weet niet, ik vind ze heel fijn. Dit zijn de twee paletjes die ik gebruik. Die doe ik hier als eerste in. Dan heb ik een fixing spray. En deze is van Essence. Deze gebruik ik eigenlijk altijd. Ik vind hem heel erg fijn. Dan heb ik een beauty blender. En deze komt bij Kruidvat vandaan. Een beetje overbelicht op de camera zie ik. Maar goed, we doen het even mee. Dan heb ik deze Big, Dead Big Lashes Volume Boost van Essence. Dat is mascara. Dan heb ik dit wenkbrauwenpotlood van Essence. Dit is een hele fijne. Ik wil niet echt focussen. Ik kies een zin. Dus die gebruik ik. Dan heb ik hier een aantal kwasten. En deze kwasten, die komen bij de Action vandaan. Het is een setje. Ik vind het hele fijne kwasten. Dus die. Dan heb ik een concealer van de Action. Dit is de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer. Deze gebruik ik al jaren. Die blijf ik super fijn vinden. Dan heb ik deze cream blush van Rimmel London. Vind ik heel erg fijn om te gebruiken. Dan heb ik nog een eyebrow filler perfect shaping gel van Catrice Cosmetics. Deze heb ik al heel lang, die gebruik ik nog steeds. Dan heb ik deze super lekkere lippenbalsem van de Action. En deze ga ik naar watermeloen. Super nice. Die doe ik er trouwens niet in. Dan heb ik nog een wenkbrauwenborsteltje. En deze is van Essence. Die heb ik eigenlijk ook altijd in zitten. Dan heb ik nog mijn Essence Soft Touch Mousse Make-up. Een soort foundation-achtig. En deze heb ik in de kleur 04 Matte Ivory. Dit is een soort crème die ik op mijn gezicht smeer. Waardoor het dus een hele dunne, maar wel gedekte laag is. En het dus niet lijkt alsof je een hele dikke laag foundation op hebt. Dus die. Dan heb ik nog een potje eyebrow gel. Soms doe ik het met potloodjes, soms doe ik het met de eyebrow gel. Deze is van Essence. In de kleur brown, nummer 1. Dan heb ik nog een wenkbrauwkruller. En dat was het. Dan is dit leeg. En dan heb ik hier mijn make-up tasje. Die zit ik hier neer. Zo, alhoewel, dat ik die aan de zijkant zet. Ik denk dat het iets beter staat als ik het hier aan de zijkant zet. We gaan het gewoon lekker aan de zijkant zetten. Oh, die krult dan wel bij om. De deo hier zo, of zo. Watjes hier en deze hier. En dan kan deze onderin de kast, want die is nu helemaal leeg. En dat is eigenlijk alles wat er in mijn make-up tasje zit. Ik heb die camera nog steeds op het hoge liggen staan. Dat is niet heel erg fijn. Dat is ietsje beter. In ieder geval, ik heb vandaag Karijn aan de lijn gehad. En we hebben mijn diensten uitgeschreven. En het zijn super fijne diensten. Echt heel fijn. Ik heb ze allemaal in mijn agenda gezet. Dus dat is helemaal top. Ik ga dus binnenkort aan het werk. Ik begin 1 mei. Een dienst van 7 tot 12. En dan heb ik 2 mei een dienst van 7 tot half 4. En dan heb ik daarna weer een dienst van 7 tot 12.
En 3 dagen later, en dan heb ik een dag later, dan zitten we alweer op 7 mei, heb ik een dag van 7 tot half 4. En daarna heb ik allemaal dienstjes van 7 tot 12. Voor de rest van de maand mei. Dus dat is ergens wel heel erg lekker. Ik zit hier in mijn bureau onder te spuren, fijn. Dus nee, dat vind ik eigenlijk wel heel erg chill. En ik ben blij dat ik ze uit de brand kan helpen. Er zijn heel veel weekenddiensten. Maar hey, dat maakt helemaal niks uit. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Dus helemaal top. Ik mag in ieder geval gaan werken binnenkort. Ik heb alle inloggegevens gekregen van mijn Carijn mail. En om bij Carijn in te kunnen loggen op de pc. Echt hartstikke top. Dus ja, daar ben ik wel blij om. Ik ga even lekker mijn Fanta opdrinken en nog even lekker op mijn telefoon spelen. Dat was lekker. Ik zie niks meer door mijn bril, dat is 1. Ik doe hem gelijk af. En 2, ik heb net lekker gegeten. Ik heb heerlijke spergiebonen gegeten, dat was super lekker. En ik ga nu mijn koekjesdoos vullen. Met koekjes. Ik heb te snel gegeten. Waar is de onder? Eens kijken hoeveel er deze keer. Even kunnen. Vorige keer heb ik ze niet heel erg praktisch neergelegd, dus dan past ze er ook bijna niks in. Ik ga nu proberen dat wel praktisch te doen. Ik had nu eigenlijk, dat is wel dom, maar eruit halen. Want ik kan ze nu eigenlijk ook schuin erin zetten. Zo, ertussen. En dat er daar nog twee tussen passen. Ik pas er wel meer in. Ha, toppie. En alles wat er niet in past, dat is voor mij nu. Zal ik nog eentje doen? Daar gaat er één boven. En dan schroeven we de deksel erop. En dan zit hij weer vol. Dan zet ik hem hier neer. Dan heb ik allemaal kruimels hier. Oh, dit is nog een. Oh nee. Ik dacht dat het 3 pakken waren. Dan zijn we er nog 2. Mooi. Nou, even de krummies in het doosje zetten. Dan ga ik zo meteen, even mijn laptop pakken, even een filmpje kijken. Zo meteen gaan we even gauw de stofzuiger door mijn kamer heen halen. En lekker deze koekjes opeten natuurlijk, want ha, top, is lekker. Ik ga deze overige koekjes lekker opeten, als toetje. Oké, goed, ik ben omgekleed. Tadaa! Gewoon lekker een oversized t-shirt aan. En ik ga even mijn make-up eraf halen. Met make-up doekjes. En dat ga ik hier doen. Kijk, ik heb dit bruine kastje hier neergezet. Dit is veel beter. En zo kan ik gewoon leuk gezellig mijn make-up doen. Ik ga het lekker met 2 watjes doen, ben ik. Trouwens, ik denk dat het veel beter is voor mijn gezicht. Iets te snel, iets te veel gedronken, dus dat is niet zo fijn. Goed. Even alles eraf halen. Dat was rechtstreeks in mijn oog, dat is ook niet fijn. Alles eraf, jongens. Ik pak even 1 droog en dan heb ik mijn oog geprikt. Yeah.
Oké, nou ja, alles is er in ieder geval vanaf. Dat is fijn. Nou even de crème op doen. Iets te veel van het goede. Oké, wat maakt het uit? Mijn avondskincare is altijd minder uitgebreid dan normaal. Ik doe wel vaak gewoon lekker een dikke vette crème op mijn gezicht. Ik reinig mijn gezicht s'avonds altijd wel goed, maar daar heb je het eigenlijk al mee gehad. Hier doe ik dus niet. Ik ga de watjes weggooien. En ik doe even deze lamp af, want dit is heel erg. Dat stof jongens wat hier snel op ligt, is echt niet normaal. Maar goed, dat heb ik hier ook weer afgedaan. Soort van. Morgen ga ik mijn kamers verzuipen. Ik wou het vandaag doen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Maar dat ga ik morgen wel doen. Morgen wordt wel weer even schoonmaakdagje een beetje opruimen en zo. En ja, verder ga ik op tijd slapen nu. Het is niet zo heel erg laat hoor, maar... Nou ja, valt mee. Het is 9:30. Dus het is niet heel erg laat. Het is ook niet heel erg vroeg. Ik ga de kussens hier neerzetten. Ik had er net het idee. Ik dacht, ik ga het gewoon hier zetten. Want ik denk dat het gewoon veel beter staat als ik ze hier bij de muur neerzet. Ik heb er toch geen last van. Dus ik lig te slapen, dus dat is top. Dus de kussens staan lekker hier. En blijft die kant van mijn kamer gewoon lekker opgeruimd en vrij. Ik ga de kussens neerleggen en ik ga lekker slapen, want ik wil wel gewoon lekker vroeg slapen. Ik heb hier een hoor. Dus ja, nee, ik wil wel lekker op tijd gaan slapen. Ik heb mijn fles drinken gevuld op de kast daar, zo de hele grote bidon. En ik ga nu lekker slapen. Ik heb trouwens 2 nieuwe apps gedaan. Eén app dat heet Plant Nanny. En eigenlijk moet je elke keer op het waterdruppeltje drukken als je wat drinkt of hebt gedronken. En daarmee groei je een plant. En elke keer als je aan je water hoeveelheid per dag bent gekomen, dan krijg je een plantje. De mijne is vandaag helemaal geroeid. En die staat nu in mijn lijstje. Ze heet Sunny. En dat zijn de komende plantjes die komen. Ik ben heel erg benieuwd. Super cute. Dus dat is hartstikke leuk. Verder krijg ik weer een reward erbij. Ook altijd leuk. Dus nee, ik ben zo lekker bezig eigenlijk. Helemaal top. Ik ga in ieder geval lekker slapen en ik zie je morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!